Welkom dames en heren bij dag 3. We waren vandaag op Pinkpop geweest en daar hebben we heel veel meegemaakt. En dan gaan Vincent en Sims vertellen. Ik allemaal? En ik help. Robin helpt, oh gelukkig. Oh, nou, we zitten in de jacuzzi. Jacuzzi! Tegen Robin, ja. Robin zit hier, die zit een dobber vast te houden, want die maakt heel veel rond. Nou, helaas horen hoe dat klinkt. Dat hoor je dan in de video lang, want dat is niet leuk. Dus even een complimenten, Robin. Sorry. Even serieus. Mensen, wat we vandaag hebben meegemaakt op Graspop, of Graspop, sorry, ik ben helemaal Pinkpop, is niet te vergeten. Ja, want we waren naar Papa Oete geweest. Ja, Papa Oete en Kraantje Papi. Ja, Kraantje Papi, allemaal goede rappers. Nee, we zijn eigenlijk alleen maar op mainstage gebleven bij alle rock, hard rock, metal bands. Mastodon, wat hebben we nog meer gezien? Wel een stukje Busy Cairo. Ja, Stromae een stukje. Rob Zombie. Ja, Avenged Sevenfold. Metallica. Absoluut, Metallica nummer 1 band. Maar, wat gebeurde er? We gingen elke keer een beetje vooraan. We hebben voor het eerst vooraan gezeten bij de mainstage. En nou, dat ging allemaal goed. En toen hebben we ook wat eten gehaald. Ik heb lumpia's meegenomen, zodat we die s'avonds konden opeten. Een flesje gevuld die ik stiekem had meegesmokkeld naar binnen. Dus ik hoop niet dat Pinkpop mensen mij nu gaan vinden. En nou, we hadden dus helemaal voorbereid. En we gingen natuurlijk voor Metallica waar we vooraan staan. Dat was het doel. Dus wat we dan gingen doen is dat we van tevoren gewoon een band of 2 of 3 gewoon daar al gingen staan en wachten. Nou, hoe lang hebben we daar staan wachten, denk je? We stonden bij Biffy Cairo al vooraan. Ja, toen die begonnen. Ja, een uur. Dus die hebben een uur opgetreden. Toen kwam... Pauze, uur? Ja, nu pauze. Toen Avenged Sevenfold? Ook een uur. Ook een uur? Toen pauze? Weer een uur pauze. En toen? Toen! We hebben 4 uur gewacht. Toen kwam er een mannetje op het podium. En die zei, er wordt code rood wordt weergegeven. Dus dat betekent dus, voor de mensen die niet weten wat code rood is, dat is dus dat gewoon het weer gewoon vreselijk kut gaat worden. En ja, dan dat je dan niet veilig bent, dan hoor je eigenlijk gewoon binnen te zitten. En gewoon bliksemen, weet je wel. En ze zeiden, ja, waarschijnlijk gaat die wolk, die hele, het was echt zwart aan het worden in de verte, die gaat gewoon achter het podium, gaat die... er doorheen en hebben we geen last van. Nou, Erik kennen jullie al, die was al lang weggegaan. Maar ja, die heeft een reden, die ziet volgende week Metallica. Ja, en wij hadden zoiets van, we zijn hier, we hebben 4 uur gewacht op Metallica. We gaan niet van die plek weg. Totdat. Ja, dus wij bleven daar wachten. En de man dus, ik kwam weer het podium op. En ze zei dat we een paar stappen achteruit moesten doen. Nou, dus wij deden een paar stappen achteruit. Maar wat kregen wij? We hebben iets gekregen van onbekende mensen. Die hadden we een beetje mee gebabbeld ook, want die zaten achter ons. En die wou een beetje pitten, weet ik veel. Die hadden slaapzakken meegenomen. En toen hebben ze een slaapzak hebben ze gegeven aan ons. Zodat we die boven ons hoofd konden houden. Om ja, wat regen te voorkomen. En dat we helemaal niet dat we niet minder doorweek zouden zijn. Nou, dat vonden we heel tof. Dus dan stonden we daar met een groep van 7 à 9 man. Stonden we dus met... allemaal boven ons hoofd, die koepel. En die man bleef me omroepen, jongens, dat podium, dat hele podium ging waggelen. Ga een paar meter achteruit, dan mocht het vallen, we willen geen gewonden. En raak alsjeblieft niet in paniek. En toen op een gegeven moment, nou, toen sloeg het weer echt hard om, jongen. En nou, geloof me, Robin heeft gezien, maar mensen huilen en paniek. Dat was wel een kleine lichte vorm paniek, maar stelletjes hielden elkaar keivast en zaten te bibberen van angst. En wij zaten onder die slaapzak, zaten we eigenlijk ook best wel vol spanning helemaal tegen elkaar gekropen. Want ja, die bliksem is toch wel een beetje spannend, want er is bliksem ingeslagen. Ja, er is op de camping is eerst eentje ingeslagen, later ook op de festivalterrein. Ja, klopt. En die, wat waren er ook weer, bliksemsafleiders? Ja. Die stonden, grote palen stonden op het podium. En mensen hebben dus, ik heb net de laatste zien denk ik, maar we zijn gewoon flits. Eén flits werd door dat ding geraakt, door die geleider, of hoe noem je dat, die afleider of zo. Ja. En toen zei hij ook, je moet een half uur mag je dat ding niet eens aanraken, want die helemaal, voor een half uur is die helemaal volgeladen met elektriciteit. En mensen moesten ook, waar moesten ze vandaan? Van stalen hekken moesten ze vandaan. Wij moesten dus ook, waar wij 4 uur wachten, moesten wij het gewoon verlaten, omdat het gewoon te erg werd. Het stopte niet, het werd steeds erger. Wat zei je over de trein? We mochten de trein zelfs niet af.
op ons eigen veilig risico. En de mensen van de camping moesten ook allemaal op het terrein gaan komen. Want de campings waren niet veilig. Dus dat was echt bizar. Nou, wat gebeurde toen dan? Toen we op een gegeven moment stonden met 9 man. Ja, toen stopte het met regenen. Gelukkig. Nee, dat was niet waar. Maar uiteindelijk stopte het met regenen en het was koud, nat. En duurde het heel lang voordat Metallica eindelijk begon. Maar uiteindelijk begon het. Metallica is eigenlijk een uur later pas begonnen. Ze begonnen om 10 uur. En we op een gegeven moment bij. Ze speelden wel leuke nummers op zich. Ik vond het echt heel tof. Ze speelden heel veel rustige nummers. Dus Roby had er eigenlijk makkelijk bij kunnen zijn. En ook wat grovere nummers, maar die waren ook gewoon heerlijk. En ook, ze hebben ook een nieuw nummer laten horen van een nieuw album. Dus voor de mensen die Metallica fan zijn, ja, je moet het wel verwachten. Ja, want we kunnen maar het was een goed nummer. Het duurde ook extreem lang. Ik geloof 10 minuten of zo. Dat was voor de show. Denk je? Ja. Nou, ze hebben lange solo's hoor. De tegenwoordige nummers van Metallica duren wel echt 10 minuten, zeker wel. Dus ik ben benieuwd. Maar het was best spannend. Toen leerden we mensen kennen. Het was een gozer, stond in het midden, was echt lang. En op een gegeven moment stond er een dame. Die kijkt waarschijnlijk deze video ook, want die heb ik een kaartje gegeven. En die dame die heette Bo. En Bo die was helemaal fan van Metallica. En die stond er achter die grote vent. En dan, zijn jullie er ook nog? Hoe heet jullie? Die stond ook helemaal vooraan. Stond ze ook te wachten al die tijd. En op een gegeven moment, nu vraag je af, jongens, waarom gingen jullie niet terug in het voorvak? Nou, ten eerste, we waren al zo ver naar achter gelopen uit veiligheid voor onszelf, dat we eigenlijk te ver waren om weer terug te gaan. En we hadden zoiets van, ja, YOLO, weet je. We konden vanaf de plek waar we stonden, konden we het ook gewoon goed zien. En we hadden ook geen zin, omdat iedereen nat was en doorweekt dat iedereen tegen elkaar aan staat te zweten. En dat dacht ik ook zoiets van, doe ik liever wat opener. Dus we hebben het ook wel goed meegemaakt op zich. Het was gewoon echt iets om nooit meer te vergeten. En het was spannend en vet. En ik maakte me echt wel een beetje zorgen eigenlijk. Ik weet niet hoe het bij jou zat. Jij was minder bezorgd dan ik. Ja, ik stond precies op zo'n rotsplek onder die laken dat ik heel weinig zag. Ja, ik zag eigenlijk alleen het regen neerkomen. Af en toe zag ik een flits. Later stond ik wel wat beter dat ik wat kon zien. Toen zag ik ook mensen huilen. En dat was echt bizar, want jij hebt dat gezien. Ik zag niet echt dat mensen huilden. Ja, wel met spanning in de ogen van shit, wat gaat er gebeuren? Stel dat er een bliksemschicht komt. Want die man zei over, jongens, luister nu naar mij. Dit is een serieuze vraag. Ga 50 meter van dat podium vandaan, want dit gaat mis. Dit is namens mij van Pinkpop, want hij was de baas van Pinkpop. En namens Metallica, want die had hij gesproken, moeten jullie verplicht 50 meter afstand. Want als het fout gaat, gaat het fout. En dat willen we niet. Nou, en we zagen het podium, ze hebben al die gasten gingen ook die doeken eraf halen. Het was echt chaos gewoon. Ik dacht van shit, deze is nou alles aan het afbreken al. Nou, genoeg fun. We zijn er eindelijk met onze pootjes opgehaald door de moeder van Roby. En dan gaan we heerlijk in het bad spelen, in de jacuzzi. Lekker barbecue. Oh ja, en ik heb een hele leuke uitvinding gevonden. Daar gaan we even nu naar kijken. Kijk, in de jacuzzi hoort een... Ja, maar jullie weten of het goed is. Zo mensen, welkom terug. Het is ochtend en de laatste uren hebben aangeslagen voor onze kleine trip. Na 300 meter rechts afslaan. Daarna gaat de snelweg op. Nou, zoals je hoort gaan we de snelweg op en gaan we richting onze oude vertrouwde gat, onze put. Hè? Zo noemde jij het toch? Ja, het is ook een put. Het is ook een put. Wij wonen in een put. Klinkt heel erg negatief. En we luisteren heerlijk naar een Metallica CD. Ik zal het even laten zien. Als je hem niet kent, dan ben je geen fan. Natuurlijk, dit album is natuurlijk wel zwaar als een Kill 'Em All. Ja, natuurlijk het allereerste album van Metallica. Wel een tijdje terug. Ik ga snel de video afsluiten, want we willen heel snel de CD horen en even genieten van onze roadtrip. En
Ja mensen, bedankt voor het kijken naar de video's. Ik heb natuurlijk al een beetje in het zwembad gezegd van bedankt voor het kijken en geef een like. Maar nogmaals, leuk dat je hebt gekeken en... rechts afslaan. Daarna ga de snelweg op. Ja, we weten het. En dan de volgende keer dan, als we weer een roadtrip gaan maken, dan hoor je het wel toch ook? Ja. Doei! Doei!